bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Vandaag weer een nieuwe paardrijden video. Mijn neefje Voorweg. En vandaag rijden we een keertje op Flair. Ja, na 3 weken aanvragen is het eindelijk gelukt. Dus dat is wel heel erg fijn. Hey, hallo! Ja, het is voor mij echt een hele lange tijd dat ik daarop heb gereden. Maar ik dacht, weet je, is ook wel weer een keertje leuk. Dus het is eindelijk gelukt in 3 weken. We hoeven alleen op te zadelen, niet af te zadelen. Dus we zijn lekker snel klaar. Dus ze heeft geen deken op. Dus we moeten gewoon even poetsen en dan opzadelen en dan kunnen we gaan. Top. Dus borstels halen. Yes. Nee. Ja. We hebben lekker buiten gelopen vandaag. Ja. Lekker in het zand. Nou, lekker. Hé. Hey. Ja. Wil jij zo nog een hand? Ik heb wel de poetskast al. Zo. Nee. Nou, dat hebben we er zin in. Nee. Nou, Flair toch. Wat doe je nou zo? Maakt je alleen een beetje mooier. Hm? Lekker poetsen. Prima. Je bent voor nu even klaar? Ja, ik moet alleen nog even de hoeven doen, maar dat doe ik zo meteen. Oké. En opzadelen zo meteen. Ja. Weer niet. En je kunt dus wel vast je spullen verzamelen alvast. Ja, dat wel. Ja. Maar ik ben wel klaar nu. Ja, ik klaar met borstelen. Dus, ja. Jij? Ja. Ja, ik doe maar. Mooi. Dit is hem? Ja. Ja, heb je alles? Ja. Super licht. Let's go. Oké, ik heb wel wat stijl weer gezegd bij Flair. Ja. Helemaal. Ja. Hiernaast was net in de stal gezet. Ja. En nu is hij er weer uit? Ja. Ja. Dat hou je een beetje. Oké. Nog even de hoeven doen. Anders zeggen de kijkers, je hebt de hoeven niet gedaan. Die doen we wel. En moet je nog peeskappen doen? Ja, die heb ik ook al. Waar? Daar zo liggen. Ja, de voorkant. Voor, ja. Ja. Groot. Kijk, daar liggen ze. Ja, goed zo. Goed zo. Ja, die hoeven zijn niet zo heel vies. Ik heb er wel lang mee. Nog deze. 13. Kijk, nou, nog een kwartiertje. Prima. Dan kunnen we nu die erop doen. Nu is dat de kappies eromheen doen. Dan kunnen we heel even wachten. Ja. Aankleden. Ja. Nou, de temperatuur is lekker. Ja. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja. En hoeveel rijden jullie? Met z'n zessen. Leuk. Mooi dat aantal. Dat is een heel goed groepje. Een lekker leuk aantal. Ik denk dat ik hier oplegd. Oké, nou. Toppie. Nee. Dan heel even wachten. Ja. En dan kunnen we daarna door naar het hostel. Ja. Nou, toppie. Oké. Deze even omdoen. En ik kreeg laatst een paar reacties over waarom ik mijn knoopjes niet dicht doe aan die onderste. Ja. Nou, bij één kant is die kapot gegaan. Ooit heeft een paard precies zo op dat randje gestaan. Doordat het zo is omgebogen. Dus eigenlijk vergeet ik hem nu telkens om dicht te doen soms.
Maar deze kan dus nog wel dicht, maar deze kan dus niet meer dicht. Want even kijken waar dat dingetje zit. Ja, kijk, hier kan je dus zien. Heeft ooit een paard opgestaan en toen is dat dingetje zo, oh mijn nagel, ertussen verbogen. Dus die kan niet meer dicht, maar ik heb er geen last van. Dus blijft nog steeds hartstikke goed zitten, dus ik vind het helemaal prima. En ze werken ook nog steeds hartstikke goed. Dus daarom dat ze soms deze kant er zo niet dicht zit en heel soms die andere kant niet. Maar dan ben ik het gewoon vergeten omdat ik hem aan die kant ook niet meer dicht hoef te maken. Dus ja, Oké, toppie. Daar. Zo. Zo. Body protector aan, de zweep ga ik gewoon meenemen. Ik kan hem gewoon op de bakrand leggen dan. Ja. Ik weet niet of ik hem nodig heb. Dat denk ik niet, maar we gaan het zien. Dus die leg ik gewoon even daar neer. Dus wat is het nu? Ik ben wel een beetje vroeg. Het is nu 16, dus heel even wachten. Kan ik even die beugels... Eén de beugels, even het afstellen. Ja. Ga ik gewoon eventjes de... Even mijn capuchon te doen. Dus de beugels doen. Opa, met dat ik tussen de vormen. Kijk, hallo V. Ik heb een V, hoor mij nou. Flair bedoel ik. V? Kom je nou ja. V? Ja, Flair V. Ik ga even deze doen. Ik denk dat dit wel een beetje lang is. Weet je dat dan niet hoort? Nog steeds een beetje te lang. Sorry, wat zei je? Ik denk dat dit ongeveer goed is. Oké. Okay. Heel veel gaatjes verder. Aan de andere kant. Deze kant even. Hier op uit. Ja, kijk of dit gelijk zit. Hier zit eentje kort aan. Ik heb hier nog één. Te laat, want dat was wel heel kort. Ja, nou, weet je. Ik zie hier zo komen, dus laten we even zo. Deze hier nog één. Dat valt reuze mee. Ik denk jij gaat helemaal opzweven, joh, maar dat valt allemaal reuze mee. Nou, gelukkig. Goed gedaan. Kijk, en dan kunnen we nu gewoon even zo doen. Oeh, sorry. Oké, nou, dit zit. Is het een vent? Nee, dat zei ik niet. Ik zei, kijk eens hoe mooi jij bent. Oh, hoe mooi je bent. Ik dacht, je bent een mooie vent. Nee, ik zei een bent. Oh, oké. Okay. Kijk eens hoe mooi jij bent, zei ik. Nou, het ziet er allemaal goed uit. Ja, dat denk ik ook. Nee? Lekker rijden, Flair. Volgens mij kan Flair wel heel lekker galop rijden. Ja, dat ook. Maar ja, draf ook. En draf ook, hè? Dan toch een keertje, ook wel een keertje lekker. Na drie weken. Oh ja, pak jij ja, ik neem de zweep gewoon even mee. Dan zitten we ondertussen, op welke tijd? Op 6:00 dus. Ja, en we wachten 2 minuutjes. Ja, en dan kunnen we gaan, hè? Zo. Jeetje.
Ik zal wel even kijken of de rest al aan de is gelopen. Ja, is goed. Nou. Ja, gaan we dan. Goeie les. Dankjewel. Pas op. Ja. Loop achteruit. Ja. Ik wil het wel hebben.
dat je daar zo goed vanaf de bed kan. Maar hij echt vanaf gaat af. Goed zorg dat je het hier recht maakt. Ja. Tussen de twee deuren. Zo, binnen weten wij. Zo. Dan moet je met elkaar. Je hebt net een heel signaal recht gemaakt. Dus de ogen, de volgen, de twee deuren blijven zitten. Ik kan ze daar echt op naar leven. Ja, ik zie uitzetten. Wij zijn geen verkeerd. Thank you.
buiten de beugels weg. Zodat je de rechterhand daar bij het gewicht ziet. Zo heb je die opvouwing. Zo, ja. En dan mag je niet daar weg. Je moet je handen daarin halen, handen daar naar voren. Als hij dit doet, dan moet je niet hier tegen geven, maar je moet je handen Waar? Ja, die komt eraan. Hij heeft hier een nieuw. Die ben het. Mag ik even stappen? Ja. Ik ga het niet meer laten, maar ik wil maar mijn tijd wel voor.
Oké, nog een kwartier jongens. We zitten in de afbouwende fase. Een klein stukje met die kracht. Een beetje naar voren gaan zitten, dat je de rug kan ontspannen. Bij je paard. Kijk de kracht. Zo, dit is klaar. Je moet dat af, niet afwaar zijn. Klaar. Dan nou, het zit erop. Ja, jullie mogen me gaan praten, dus een slokje drinken. Nou, het overgenomen. We gaan zo even kijken. Ready? Klaar. Klaar. Alright. Nou. Kunnen we naar de stal en spullen ophalen? Ja, lekker geleden. Ja. Ja. Ging goed? Ja, dat is mooi. De zweep gaat vandoor. Ja. Oh, dat is best wel warm. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval, ik heb echt hartstikke lekker gereden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En zou ik zeggen, tot de volgende video. Doeg! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!